Telstar tegen VVV. De Witte Leeuwen het wit gestoken. De geel-zwarte normaal gesproken uit Noord-Limburg. Vandaag met blauw. Het is een affiche op de vrijdagavond. Tussen de nummers 11 en 18. Telstar dat vooral heel veel gelijk heeft gespeeld. 19 punten verzameld na 14 wedstrijden. VVV 11 uit 14. Verre inworp. Richting de eerste paal blijft hij hangen uit de draai. Nou, dat is wel heel gemakkelijk aan de eerste goal komen. El Kachati schiet Telstar al in de tweede minuut op een 1-0 voorsprong. Een verre inworp. De aanname, het wegdraaien en het binnenschieten allemaal prima verzorgd door El Kachati. Telstar leidt tegen VVV. Mokono. Goed gedaan door Mokono. Berden terugleggen. Kans voor VVV. Behoorlijke kans voor Naima Toeg. Zo herpakt het elftal van Lammers zich wel, maar die snelle tegentreffer. Apau. Dat is risicovol. Apau, dat is een grote fout. 2-3, dat moeten ze uit kunnen spelen. Maar dat wordt voorkomen door Koeman. Nou, ongelofelijke fout eigenlijk van Apau. Dat mag hem met al zijn ervaring natuurlijk niet overkomen. Het leidt tot een grote kans voor VVV. Maar het wordt niet goed uitgespeeld door de ploeg van Lammers. Bakker. Noslin. Versnelling van Noslin in de rug gelopen. Zou hij misschien ook nog even kunnen wachten? Want ze had nog balbezit. Maar het is een vrije trap op een interessante positie. En Achouri, en die is er toch vrij dichtbij. Redding van Van Kooi. Koeman. Daar is inderdaad weer de lange bal. Daar gaat ook El Kachati. Daar is En Achouri. Kan hij net aan verdedigen, Blankaar. Maakt het Telstar het niet moeilijker dan het is? Zeker niet als het geholpen wordt door VVV. En wat is hier aan de hand? Het is een strafschop. Oordeelt de scheidsrechter. Zware beslissing is mijn eerste indruk. En Achouri met Van Kooi. En Achouri heel rustig onberispelijk binnengeschoven. 2-0 Telstar. Nieuwe dreun voor VVV. Kachati. Noslin. Handig meegenomen door Noslin. Ziet daar volledig Dirks over het hoofd. Nu heeft hij hem wel gezien. Dirks terugleggen. El Kachati. En in het zijde. Lijkt de Telstar in ieder geval de openingsfase van de tweede helft het initiatief over te laten aan VVV. We kijken wat er in de reactie mogelijk is. Nachouri. Nachouri, goed gespeeld. El Kachati met het randje van buitenspel. Ja, dat gaat nu niet meer. Die staat nu meters buitenspel, maar dit kan wel. En Nachouri, geen buitenspel. Attent gekiept van Van Kooi. Paasje eigenlijk net te scherp. Dan had hij een vrije doortocht gehad, El Achouri. Ja, VVV probeert het echt wel, maar het echte vernuft in de buurt van het 16 meter gebied ontbreekt simpelweg. Maar van gelatenheid is zeker geen sprake bij de Venlonaar. Hier komen ze weer. Schot. Niet heel veel op het lijf. Lijkt het er een beetje op alsof Telstar op twee gedachten aan het hinken is. Consolideren van die 2-0 of toch nog echt voetballen om een derde te maken. Maar daar lijkt nog geen sprake van. Misschien nu. Want er ligt heel veel ruimte voor de tegenstoot. Daar komt Telstar. Bakker is onderweg. En daar is ook Noslin. En Van Kooi schat het goed in. Noslin.
Rosin gaat op avontuur. Overstapje, handig gedaan. El Kachati. Altijd wel handig in de kleine ruimte. El Kachati wordt nu ingewikkeld. En dan is een corner helemaal niet zo'n slecht resultaat. En roept hij op tot steun. Half uurtje nog bij deze hoekschop van Telstar, waar Adachuri helemaal vrij staat. Dat is toch niet zo handig bij de topscorer van Telstar. Van Krooi houdt VVV nog enigszins op de been in deze wedstrijd. Loopt net goed af voor Telstar. Hier is Adachuri. Kachati goed meegegeven door Adachuri. Moet hij inhouden. El Kachati, nou dan maar helemaal zelf. Och, wat een schitterende goal van El Kachati. Als hij van Ekeris negeert, die had hij alleen voor de keeper kunnen zetten, dan moet je het vervolgens zelf doen en zelf afronden. Dat doet hij op spectaculaire wijze. Prachtige goal van El Kachati. Het is 3-0 voor Telstar. En zo worden de problemen en de zorgen voor coach John Lammers in Venlo groter en groter. Dit is voor Koeman. Een crosspaas van Koeman, Hardenveld. Probeert het nog in de richting van Adachuri, maar die stond trouwens buitenspel. Geen buitenspel. En dan is het lekker uithalen voor Kaandorp. Maar die raakt een beetje te veel met de buitenkant. Nou, is dat goed voor elkaar met zijn ploeg vanavond. Een wat mindere fase aan het begin van de tweede helft. Maar verder heeft Telstar gedomineerd. Dan kan het hier op 4-0 komen. Oh, dat gebeurt ook nog. Het hoeft niet hard. Helemaal op het verkeerde been. Van Krooi. En de vierde van het seizoen. Voor verdediger Danny Bakker. De malaise van VVV houdt aan en wordt eigenlijk alleen maar groter. Daar het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Rick Stoen. Telstar boekt een dikke overwinning op VVV. Hij viert het liefst met iedereen persoonlijk. Want was hij vandaag belangrijk en wat speelde Telstar op de eerste 20 minuten van de tweede helft na. Een prima wedstrijd en wat een contrast is dat ook met tegenstander van vanavond. Want VVV zit echt in grote problemen.